leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb weer eens een Shein shoplog voor jullie. En een kortingscode, dus die zou ik zo ook wel even benoemen. Ik mocht weer wat bij Shein bestellen. Ik weet ook niet waarom ik dat liet zien, maar ik heb heel veel zin om die te passen. Maar jullie gaan het allemaal zien. Ben je benieuwd wat ik allemaal heb geshopt? Blijf dan even kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Goed, Shein heeft dus sinds kort shopnames. Je zou wel denken, wat is dat? Maar als je bij wijze van spreken iets wil shoppen. Ik heb hier bijvoorbeeld een broek. Die ik toevallig ook besteld heb. Gaan jullie straks zien. Dan zie je bovenin zie je dan een shopname. Stel je hebt bepaalde kledingitems die je telkens heel leuk vindt en voorbij ziet komen. En het is telkens van bijvoorbeeld de shopname Days. Dan kun je gewoon Days zoeken in de searchbalk. En dan zie je alles van die shop. En dan is dat waarschijnlijk de stijl die jij leuk vindt. En zo kun je dus eigenlijk per shopname kijken en zien wat je leuk vindt. En dan kun je dat daar heel gemakkelijk in terugvinden. Maar goed, laten we eerst naar de kortingscode gaan. Met deze kortingscode krijg jij 15% korting op je bestelling. Ik zal het allemaal hier even in beeld zetten. En ik zet het ook even in de beschrijving onderaan deze video. Laten we gewoon snel beginnen met wat ik heb geshopt. Ik ga het ook allemaal aandoen en passen. Dus jullie gaan het zien. Oké, laat ik dan beginnen met wat ik in de intro liet zien. Het allereerste zijn pantoffels. Uggs, lookalikes, hoe je het ook wilt zien. Ja, deze zie je natuurlijk nu heel erg veel. De Uggs zijn sowieso weer helemaal trendy. En toen zag ik deze bij Shein en ik vind deze zo mooi. Ik dacht, nou ja, weet je, we kunnen het gewoon proberen. Als het niks is, draag ik het als sloffen voor gewoon thuis. Maar eerlijk, ze zien er echt heel goed uit. En ik vind de afwerking ook echt heel mooi. Hier wil je toch gewoon je voeten in doen. Zo lekker zacht en dit kleurtje zo mooi. Ik vind het gewoon echt heel mooi geborduurd ook hierop. Dus dat is deze. Ik heb deze maat in een maat 40. Ik zit tussen 39 en 40. Maar dit soort dingen mag het voor mij liever groter dan te klein. Want anders draag ik het sowieso niet. Maar dat is dus deze. Deze heb je dus in verschillende kleuren. Ook een lichtere variant. Een zwarte zie ik er nog bij. Maar ik heb dus camel kleur. En dan in het dus een maatje 40. En hij kost 14 euro. Ik ga ze gelijk even aandoen. Ik heb ze aan. Ja, ik moet het even aanzien in de spiegel. Ik moet zeggen, ze vallen klein. Dus ik pas ze net. Maar ik had echt geen maatje 39 moeten doen. Dus twijfel je over de maat. Ik zou voor mijn maat groot gaan. Oké, het volgende item. Ja, ik vind dit helemaal leuk. En dit kwaliteitje voelt echt onwijs goed. Ik heb hier een giletje. Een teddy giletje. Met dus panterprint. Ik ga deze ook gewoon even aandoen, hè? Waarom niet? Nou, ik kan deze net goed aanlaten. Ik vind het helemaal leuk. Het zit echt fantastisch. Het is heel lekker zacht. Ook echt een heel dik stofje. Heel leuk vind ik dit. Ik ga hem gewoon aanlaten. Oh, lekker. Lekker warm. Het zit echt heel lekker. Hij is ook echt heel zacht. En ik vind de kleur ook, zeg maar, dat beige-achtige, dat maakt het gewoon wat zachter, neutraler. Deze komt van de shop Shein Essence. Ik zal het even in beeld zetten, dan kun je dat goed zien. Heb ik in een maatje M en dat valt echt perfect. Qua lengte ook, vind ik. En hij kost 18,39 euro. Het volgende item is iets waar ik heel erg benieuwd naar ben. Ik hoop dat ik het pas. Deze kleur is namelijk helemaal het. Ik moet mijn nagels nog doen en ik ga het dus in deze kleur doen. Echt zo mooi, dat burgundy. Je ziet het natuurlijk nu heel erg veel. En ik zag dus dat Shein daar ook een broek van heeft. En broeken van Shein vind ik altijd wel lastig, want ze vallen gewoon wat korter. Dus ze zijn niet zo lang. Dus ik ben voor maat L gegaan. Normaal heb ik een M. Maar ik dacht, ja, het moet ook niet te strak. En ik heb hem liever wat langer. We gaan het meemaken hoe deze staat. Ik vind in ieder geval hoe die er zo uitziet op het oog super mooi. Hij heeft ook zakken. Het is dus zo'n wijde broek met lange pijpen. Die kleur prachtig voor de herfst. Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Hij ziet er heel erg mooi en goed afgewerkt uit. Het is ook best wel een dikker stofje. Dus deze ga ik even passen. Dan de Bordeaux rode broek. En ik moet hem nog wel even strijken, want hij heeft wel heel veel kreukels. Maar die zit op een of andere manier dus wel echt perfect qua fitting, zeg maar. Dus hij zit gewoon heel lekker. Lengte had wel iets langer nog gemogen. Maar ik vind het wel grappig met die Uggs erbij. Het is dus precies dezelfde kleur. Dus ja, ik vind het echt een hele leuke broek. Deze komt dus van de shop Daisy en deze heb ik in de maatje L dus in de kleur Bordeaux en het kost 18,39 euro. Ik
Oké, het volgende item, daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. Dat is namelijk een soort jurk. Maar daar hoort nog iets anders bij. Maar eerst laat ik deze even zien. Ik vind dit kleurtje echt prachtig. Mega zacht. Dit is zo'n lange, ja, truijurk iets. Maar dan wel korte mouw, want je doet hier dus een blouse onder bijvoorbeeld. Deze heeft ook een mooie V-hals. Dit kleurtje is toch leuk? Ik ga mijn haar dus verven. Dus dit is de laatste video met mijn haar. Ik ga naar mijn eigen haarkleur echt donker. Dus ik denk dat dat heel erg leuk gaat staan. Even kijken. Deze heeft ook een split aan de onderkant. Hoe leuk voor de herfst met een wit blouseje eronder. Stoere biker boots. En je bent klaar met je outfitje. Heel leuk. Ook echt mega stretchy. Dus benieuwd hoe deze aanstaat. Hier zit ook een kaartje aan. Hier kun je die shopname ook nog wel zien. Dat het dus van deze is, maar gewoon van Shein. Het is een bepaalde stijl dus, waar je voor kan kiezen. Heb ik in een maatje M, kost €19,99. En heb ik in de kleur koffiebruin. En voor daarbij had ik gewoon een simpel wit blouseje nodig. Ik heb witte blouses, maar het heeft of een printje of een gek halsje. Het is net wat anders. Dus een basic witte blouse heb ik niet. En nu wel. Het is van Basco. De shopname Basco. Heb ik over in een maat L. Want blouses mogen voor mij gewoon lekker wat groter vallen. Ik vind dat niet zo fijn als het zo strak zit. En dit is echt een simpele witte blouse. Dus dat is deze. Ja, niet heel boeiend. Maar deze wil ik dus combineren met dit jurkje. Dus dat ga ik even in de aanbeelden laten zien. Het is gewoon een mooie basic blouse. Nou, dan dus dit fitje. En dit vind ik dus heel erg leuk. Zo met die blouse eronder. En dan dit jurkje zo. Echt, zit ook mega lekker. Dus ja, dit is gewoon zo'n lekker outfitje wat je aandoet. En je bent gewoon klaar voor de dag. En dan heb ik deze sloffer eronder. Heerlijk. Ik moet alleen even kijken hoe ik het ga doen. Want door dat layering, zeg maar, er zit dus een blouse onder. Lijkt het allemaal een beetje, ja, wat voller. Maar misschien dat ik er een broekje onder moet doen die dat dan een beetje bij elkaar houdt of zo. Maar ik vind het echt ook dit kleurtje super leuk. Heb ik dus in een maatje L, zodat die lekker oversized valt. En deze is €7. Oké, het volgende item. Ja, dit weet ik even niet wat ik hiervan vind. Ik heb namelijk, ja, UX. Het zijn geen UX. Gewoon een soort van pantoffels gekocht. Maar ja, ik vind deze niet zo mooi als ik eerlijk ben. Ik moet ze ook even weer aantrekken. Oeh, ze zitten wel heel lekker. Ja, ik moet het even aanzien met een spiegel, met een leuk outfitje. Maar dit zijn de schoenen. De afwerking ziet er gewoon wel goed uit. Het is niet de vibe helemaal waar ik voor wil gaan. Maar ik denk dat het wel heel lekker zit. Heb ik dus, zie ik hier in een maatje 41. Bigfoot. En ik pas hem, want ik heb het net even aangedaan. Blijkbaar valt deze gewoon heel klein. Ik weet het niet. Ik moet sowieso wennen. Ik heb nooit UX gehad. Ik moet een beetje wennen aan dat idee. Ik vind het bij anderen heel mooi staan. Maar ik weet niet of ik het bij mij leuk vind staan. En het is geen UX, I know. Maar een soort van goedkoper. En anders gebruik ik het voor lekker binnen. Of als ik naar buiten moet voor de container. Of naar de konijntjes. Super handig. Dus dat zijn deze. En dan komen we alweer aan bij het allerlaatste item. En die lijkt een beetje op die van net. En dat is precies dezelfde broek. Maar dan in het bruin. Een beetje dat chocoladebruin. Zo, zo mooi. Vind ik dit. Is ook heel leuk bij dit outfitje eigenlijk. Het is dus dezelfde broek. Ziet er weer prachtig uit. Dus ja, hier heb ik verder ook niks over te vertellen. Ziet er goed uit. We moeten het gewoon even aandoen en kijken. Maar ik vind deze kleur echt prachtig voor de herfst ook weer. Maatje M en het kost €15,99. En het komt dus van de shop Daisy. Dan heb ik dus de chocoladebruine broek aan. Staat echt mega leuk. Vind het kleurtje ook echt heel mooi. Alleen hij zit wel echt heel strak. Dus, en de lengte is ook wel kort. Het is zeg maar niet de lengte die ik wil. Hij mag voor mij wel wat langer. Dus ja, maar ik vind hem wel echt mega mooi. Ook super leuk met dit outfitje zo. Dus dat is deze. Dat was dit alweer de video. Check dus even de kortingscode. En ik zal alles ook nog in de beschrijving linken. Dan wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video. En dan hoop ik je weer bij een volgende video te zien. Doei doei!